David Verschoor, jeugdverslaggever bij Horen TV, denkt een interview te hebben met de burgemeester van Horen. Maar dan komen opeens zijn ouders en zus binnenlopen. Vind je het niet heel gek wat er nou allemaal gebeurt? Ja, wel een beetje, ja. Ja, je was van plan gewoon door te gaan met het interview. Ja hoor. Ja, maar ik heb iets voor jou. Oh. Dus ik neem het initiatief maar even over. Ja, is goed. Ja? We hebben een toespraakje voor je. Oh. Nou, je bent een van de hele belangrijke vrijwilligers van de Stichting Lokale Omroep Hoorn. Alle mensen die nu kijken. En natuurlijk een van de allerjongste. En een heel mooi voorbeeld voor jonge mensen. Hoe oud ben je eigenlijk? 14. Piepjong. Om nu al zo dat vak in te gaan eigenlijk. Hè? Ook een hele mooie manier om dat zo te doen. En al bijna 2 jaar presenteer je iedere week een tv-programma op Hoorn TV. Dat vind je ook heel leuk volgens mij. En je bezoekt daarvoor de jeugdafdelingen van alle clubs en verenigingen in de buurt. En dan vertel je over de sport en jeugdactiviteiten. Wat vond je nou de allerleukste uitzondering die je hebt gemaakt? Ik denk duiken. Duiken? Ja. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Kinderbox TV. Het is ontzettend vroeg, we staan voor de Waterhoorn en we gaan vandaag een kijkje nemen bij de duikvereniging. Nou, daarmee zit je natuurlijk ook weer mensen een beetje aan het nadenken over wat er allemaal kan op sportief gebied en hoe belangrijk sport is. Maar je doet dat ook wanneer een sport je helemaal wat minder aanspreekt, want dan ben je toch altijd heel enthousiast om daarover te vertellen hoe leuk het is. Je maakt niet alleen televisie, maar je bent ook nog een radioman. En dat interesseert me eigenlijk ook. Wat vind je nou leuker, televisie of radio? En nou geen diplomatiek antwoord, allebei op een eigen manier. Dat zijn antwoorden voor politici en burgemeester. Maar wat vindt David nou in zijn hart het leuk meest? Waar zou je het doen? Ik kan er echt niet tussen kiezen. Het is zo anders allebei. Ja? Ja. En omdat nou, we dat eigenlijk allemaal zo mooi en leuk vinden. En dat je dat zo goed doet. Ook dankzij je ouders natuurlijk, die hebben dat natuurlijk ook op gang gebracht. Mag ik jou als eerste dit jaar, buiten de officiële gelegenheid om, want dan ben je vertrokken, een jeugdlintje uitreiken namens de stad Hoorn. Okay. Dus dat wil ik je bij deze doen. Daar gaat hij, hierbij overhandig ik jou dan als eerste het jeugdlintje. Nou, dank u wel. Zeer gewaardeerd en hou het vol op de goede manier. En wil je nog iets zeggen in de camera? Nou, ik had het niet verwacht eigenlijk. Nee. Helemaal niet, nee. Ben je er een beetje blij mee of moet je er nog even over nadenken? Ja, heel erg blij, ja. Nou, super, mooi. Kun je het vasthouden, zo, weet je. Zo, even zien laten. Ja.